mannen stormen op hem af. In een oogwenk ligt hij op de grond, handen en voeten klem vast, zijn hoofd in een smerige goot. Wat heeft hij met je gedaan, Claudia? We hebben alleen maar gepraat. Yeshua heeft mij gered, nu moeten wij hem redden. Zie je nu in wat voor situatie je bevindt? In een land waar je gewoon de zoon van God tussen de miljoenen en de komkommers op straat ziet lopen en waar men die zoon van God bovendien veroordeeld heeft om in de brandende zon aan een kruis te sterven, ben ik veroordeeld om achter een lijk aan te hollen dat al in ontwinding is!